De regiodeal is heel belangrijk voor de provincie Flevoland, met name ook hier op Urk, vanwege de maritieme ontwikkelingen. En met werkgelegenheid te creëren op innovatieve en maritieme ontwikkelingen in deze sector. De regiodeal voor Brevaart is belangrijk omdat wij bezig zijn met een plan en meedenken in een klimaatakkoord. Dus we zijn met een schip bezig die CO2 reducerend kan varen. Dus dat is een stap verder als het hybride concept wat er nu momenteel is. En dat is puur om in de windmarkt, wat nu echt extreem op de markt essentieel is, om ook de groene energie te waarborgen, is het een volgende stap in de toekomst. En daar hebben wij het maritiem cluster ook bij nodig. En met name ook de investeringen van het regiodeal. Innovatie voor het maritiem cluster is belangrijk omdat wij de krachten kunnen bundelen op innovatief vlak. Dus als wij een project binnenhalen in der Urk, dan kunnen de bedrijven daar het voordeel uit halen. Maar om die innovativiteit te behouden en om aan de top te komen van, of aan de top te blijven van die bedrijvigheid, heb je steun nodig. En daar is de regiodeal heel erg bepalend en belangrijk voor ons in. Dus wij zijn eigenlijk als maritiem cluster afhankelijk van de samenwerking onder elkaar om de volgende stap te zetten naar de toekomst. De samenwerking met de provincie Flevoland is ronduit fantastisch. Vooral hoe ze op professionele manier de ondernemers en de hele sector in de maritieme sector zeg maar, begeleiden. Over 5 jaar wat we dan zien is dat we meer werkgelegenheid gecreëerd hebben op basis van innovatieve en maritieme ontwikkelingen. En mede dankzij die regiodeal kunnen we dat waarmaken.